wat er gebeurde in de vorige aflevering. Eindelijk een nieuw eiland om te ontdekken, jongens. Moet je eens even kijken. We gaan op vakantie. We gaan op vakantie. Nog meer. Ik heb heel veel cash gevonden. Heel veel cash. Ja, je kan echt van alles doen. Het is echt heel erg insane. Oké. Nee, duidelijk. Er is enough te doen. Zo, de sandwiches zijn op. Het drankje is gedronken. Ik denk dat het weer tijd is om wat te gaan doen, hè, mannen? Laten we maar gewoon weer eventjes... ik ga helemaal tikken op de tafel, zo onrustig ik ervan word. Laten we gewoon opstaan. En dan lopen wij eventjes naar de hijsttafel toe. Als ik mag opstaan. Ik moest blijkbaar nog even iets langer zitten, you know. Dus pak maar je spullen uit de kluisjes, jongens. We gaan weer aan de slag. Ja. Nou, jongens, ik loop naar de hijsttafel toe, want we hebben heel veel setup-missies die we kunnen doen. De intel hebben we dus. We hebben nog heel veel intel-points die we kunnen vinden. Maar ik denk dat we daar gewoon moeten gaan beginnen met de prep. Ofwel met de preparation. En een van die dingen is de approach vehicles. En ik zie daar de missie staan, Submarine Kosatka. Nou, die hebben wij natuurlijk al. Maar deze preparation is wel mandatory. Dus deze moeten we doen. Dus deze is niet optioneel. Dus laten we hiermee gewoon beginnen, toch? Launch mission! Daar gaan we! Go to the Meriwether test site! Oh mijn god, we moeten ook gewoon... Het is allemaal in het level, zeg maar. Of in de... Ja, hoe zeg je dat? In de map. Dus kapitein, er zijn hier twee submarines voor ons aan het vechten. Meen je? Ja, wat moeten we doen? Oké, laat ons er niet mee moeien, want wij moeten helemaal naar de andere kant van de map heen. Mag ik een rocket afvuren? Ik ga wel even... Nee, doe maar niet. Ik ga wel even een fast travel doen. Want we moeten echt helemaal aan de andere kant van de map. Naar de Meriwether test site moeten we blijkbaar heen. Fast travel. Laten we dat doen. Nieuw op Roylisk.nl, jongens. Een superleuke actie. Vanaf nu tot en met 31 december krijg je één paar rode Roylistic sokken. Gratis bij je bestelling. Vanaf een besteding van 15 euro. Ga het natuurlijk checken op Roylisk.nl. Het komt er dus op neer. Zometeen moeten we denk ik een attack doen. Met onze onderzeeër. Ik heb gewoon zo'n vermoeden. Dus dan moet één iemand het besturen. Nou, ik ga dan wel achter de raketjes. Lijkt me wel lachen. Nou, trouwens, ik bestuur wel. Vind ik wel leuk. Dat is goed. Oké, dan ga ik wel dat ding Want als ik dat besturen doe, dan kan ik ook gewoon schieten. Dus er moet niet iemand door checkpoint doen. Dan moet iemand, ja, even kijken hoe we dat moeten verdelen. Eén iemand kan misschien in een helikoptertje losvliegen. Dat is ook wel lachen. Dat is Edo. Ja, inderdaad. Ik heb dat ding wel hierboven. Oké, we zijn zo goed als al bij de destination. We moeten het schip nu even omdraaien, dus dat ga ik nu doen. Waar is hij dan? Wat moeten we doen nu? Ja, we moeten naar de Meriwether nog wat eens. Deze test site. Ja, okay. Dus ik ga ons even omdraaien. Ik heb die telescoop open. Op zich gaat het wel redelijk. Als je nu kan een goede bocht naar rechts maakt, dan... Oké, wat zit jij nu in die periscope, Max? Ja, ik zit boven te kijken. Oké, wat als ik dat doe... Oh ja, dan kan ik er ook niet in. Ga eens uit de periscope. Dan kan ik gelijk eens iets testen. Ik ben er nu uit. Ja, oké. Dan heb ik zometeen de strategy, jongens. Twee mensen moeten achter die raket plekken. Ja. Want daar kan je met z'n tweeën zitten. Kan je ook twee raketten tegelijkertijd schieten. Ga zitten. En ik ga dan wel het ding besturen. Want ik kan dan ook, als het goed is, nu... Ja, zie je, ik kan torpedo's schieten. Ja, wij kunnen geen torpedo's, wij schieten missiles. Die schieten we boven de dingen, die kunnen wij dan besturen. Ja, en sterker nog, kijk, als ik nu hierin ga, kan ik ook nog eens raketten sturen. Kan ik gewoon zelf raketten schieten. Lock on. Maar dan moeten wij nog Edo's dingen hebben. Als Edo's schieten, we kunnen schieten, dan moet hij iets zeggen. Go to the Marriott test site. Oké, we moeten hier dus zijn. Search underwater for the submarine. Oh, dan moeten we met z'n allen in de submarine gaan, denk ik. We moeten er onderduiken. Ja, maar zullen we niet eerst gewoon de targets kapot maken? Ja, zeg maar, ik kan missiles schieten, zeg maar als het moet. Ik ga schieten en destroyen. Oké, why don't we, you know, als, just... Als go! Fire! Yes! Fire! Waar moeten we schieten? Op die helikopter, die bussert. Oké, waar is hij? Ik schiet hem nu al uit de lucht als het goed is. Ja, daar gaat hij al. Oh, is er nog meer? De boot ook, zeker? Nee, ik heb alles... I destroyed everything. You know, there you go. Ik heb er ook een. Oké, ik ga onder water, want dat moet volgens mij. Dus daar gaan we, jongens. Oh no. Yoink. Ja, we moeten zoeken. While in the water, the Kosatka will only appear on... Ja, oké. Leuk, ik zie hem al. Ja, daar is hij. Zie je hem? Ja, letterlijk hier recht voor ons. Ik ben eruit gegaan om te zwemmen. Als ik keek, ik ga erop staan. Toen ging je onder water. Oh nee. Oh, man. Maar ik zie hier wel een waypoint. Ik zal ik kan heen. Helemaal niks zien. Wat is dit vreselijk, jongen? Dit hier, varen enter zo. De submarine. Ik ga er nu in. Oh, doe maar. Nee. Ja, ik ga er nu in. Ik wacht hier wel even op jou. Even kijken. Kan je zelf ook even komen. Moeten we hier gewoon uit doen? Ja, ik ga er wel even uit. Dan kunnen jullie hem besturen, ja? Ik ga wachten, dus vind ik ook wel leuk om te zien. Okay, top. Ja, het is best wel funny. Het is legit funny. Dan ga ik wel niet. Kan ik in die telescoop kijken? Nee, alleen als we boven water zijn.
stand-up. Oh, ja, oh, dus is hier nog een submarine. Holy shit. Ja, die moeten wij hebben als het goed is. Ik ga nu naar jou toe, Ido. Ik ga nu ik zou die submarine pakken die op je schip staat. Ik zou een submarine pakken. Too late. Oh, maakt niet uit. Je kan er ook heen zwemmen. Ik vind dat wel een goed idee. Normaal kan ik even gebruik maken van mijn gadget. Vind ik wel leuk. Want je look at this! Vredig hier. Ja, waarschijnlijk kan jij die ding alleen besturen dan. Ja, ik denk het, man. Dat is een grote kans inderdaad. Oké, daar gaan we! Daar gaan we! What the fuck, dit is lijp! Oké, als ik jullie die spannen zeg, meestal zijn. Hey go! Oh, je zit helemaal daar. Oeh, dit is sick. Oh damn, we zitten onder water, Waar zijn we? Mijn kant op komen. Moet je op de map kijken. Oh ja, je ziet dat dingetje op de... Oh, dit is zo. Ja. Nee, die eentje daar verder. Daar zit een geel cirkeltje bij. Oh, Max, je beweegt nog, of niet? Ja, ik beweeg nog. Hello. Ik zit ook te kijken. Heb je al een beetje de Orion moet besturen? Ja, dit is fijn. Ik keer hem af. Ik keer hem af, nice. Dat is duidelijk. Oké, okay, wij zijn nu bijna bij de boot. Alright, ja, we zijn er. Neem jij het stuur maar over, Reno? Ik ga er op af. Tun, 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 tun. Ja, ik zit erin. Tenminste, ik ga er nu in. Ik ga nu in de submariner. Oké. Okay. Hello. Welcome, oh, moeten we hier schieten? Ja. Oh er my days. Hier, als we deze gang in gaan, zitten er volgens mij dus enemies. Wat is dit? We moeten een sonar jammer vinden ergens. Oké, okay, de sonar jammer. Ja. Nee, I got this. Ik schiet ze wel even af. Oh, nevermind. Ik word gelijk al achter me helemaal geknald. I'm fine. Even kijken, waar is mijn body armor? Body armor? Waarschijnlijk heb ik dat weer niet. Mag ik het gokken? Oh, ik heb het wel. Oh, zo. Ik ben een keer voorbereid met de missie. Het is niet te geloven. Ze hebben een soort camera buiten het drijfveen. Hier, wacht. Op de gamble. Oh, aan de kant, Edo. Ja, dat ben ik. Joink! Oh. Wow! Ja, ik heb hem! Ik ben hier, man. Tum. Oké, dan ga je maar voorop. You'll be my meat shield. Go in, man. Go in, man. Tudum. Wow, dit is lijp, ouwe. Alright. Oh, hier, volgens mij de sonar jammer. Ja, ik ga hem pakken. Ik koffer je wel. Ik ben eeuwig aan het lopen. Zie, ik ben lekker aan het lopen. Volgens mij ben ik gebukt. Ja, je moet omheen. Ja, en ik kan niks meer doen. Ik sta vast. Oh, nu wel. Oh, my fucking days. Ik heb hem. Dan moeten we nu weg, denk ik. Andere kant op. Ja. Misschien kunnen we nog iets stelen. Oh nee, wel, exit. Nee, ja, exit. We gaan wel gewoon gaan. Nice. Pas op dat ze nog in onze rug komen. Wellicht. Ja, zo snel zijn ze niet. Misschien recht voor ons weer, hè? Tudum. Die Merryweather kist wil ik eigenlijk ook open hebben. Oh, kijk nou. Hij kan open. Maar nee, je hebt niks. Ja, een magazijn ligt erin. It's an empty thingy spikingy. Exit the submarine. We komen nu aan. Reno, jij moet als het goed is ons nu escorteren. Ja. Ja, dat is Reno. Kan je erin? Ren in. Ja, ik ga proberen. Ja. Edo ook? Ja, nice! Oké, nu nog een submarine. Ja, dat komt goed. Gewoon even ergens erop staan, denk ik, of zo. We krijgen een global signal, dus als jullie erin zitten, ga ik varen. Ga ik instant varen, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Misschien wel onderin, Reno, je hebt gelijk. Ja, wel, hè? Ja. Ik denk echt via onder, want een zo'n ding dat lijkt het hier onderin zakken. Dus je moet er echt via de onderkant in waarschijnlijk. Ja, dus hier staat ook iets geels. Op mijn map in ieder geval. Ja. Een geel bootje staat er. Daar ze moeten we. Enter. Hier, kijk zo. There you go. Ah, oké. Dus je moet eronder zweven en dan op enter. Oké, Max, wil jij varen? Dan ga ik achter de missiles. Sure. Oké, let's do it. Dit is amazing. Want die raketten moeten we natuurlijk sowieso eruit schieten. We hebben hem. Oh, maar zijn die helikopters nu ook weg dan? Geen idee, ik ga wel even naar de oppervlakte checken. Huh? Wat? Ja, de helikopters zijn weg. What the hell? Oh, okay, dat is een hele makkelijke missie. Nou, dan gaan we gewoon gelijk door met de volgende prep missie. How about that? Sure. Start dan. Ik ga wel gewoon een beetje rond. Even kijken. Approach vehicles 1 van de 5 hebben we nu. Dus de plane is optional. De plane vellum is ook optional en nog eens optional. 5 optionals. Dus laat ik dan anders even een andere doen. Van de preps. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld ook nog equipment. Deze mandatory. En ja, dus deze zijn allemaal mandatory. Top. Doen we de eerste demolition charges. Hoppakee. Daar gaan we. Go to the Grapeseed train depot. Oké. Dat is links van ons. Of rechts van ons. Oh! Helikopter time! Wie gaat er met me mee? Maar waar moeten we heen dan? Ja, we moeten met de helikopter, I guess tenminste. We moeten naar een locatie. Ook, ik zie nog geen locatie. Ik wel. Even kijken, ja, hoe kunnen we dit doen? Want ik heb natuurlijk alleen die helikopter. Nou, kom maar. Hey, Mekkes. Hello. We're going, guys. Yes. Ik heb nu ook een rare ding op mijn kop. Joink! Auw, die submarine is zo lijp! What the fuck? We zijn er al. We gaan wel gewoon vanaf het schip missiles sturen die kant op. Dat kan serieus! Probeer het eens. Ik doe niks. Buggy, want ze gaan waarschijnlijk wegrijden.
eigenlijk nu op een lounge. Nee, dat zou echt veel ziek zijn. Alles ontploft hier gewoon. Dat zou echt veel ziek zijn, als dat kan. Dus we moeten links boven de weg kijken, Roy. Kijk wel links boven de weg of we een missile zien. Ja, is goed, is goed, is goed. Komt die weer zo ver, joh? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Ja, zeker. Oh my days! Kijk! Waar is die? Waar is die? No way! No way! No way! Oh my god! Oh my god! Oh my days! What the hell? We hebben ze! Moeten we nog iets meenemen? Oh, we moeten door. Volgende locatie. On your radar now. Ja, we hebben nog een range. Stuur alvast maar jullie raket. Ja, ik vlieg om jullie heen. Oh mijn god, ja. Volg ons, Reno, volg ons. Hier is het. Hier is de ranch. Reno, doe het. Waar is hij? Hier zo. Wij moeten hier naar binnen. We moeten infiltreren, denk ik, Max. Go to the new ranch. Nee, het is bij de gate. Bij de deur. Ja, maar hier moeten we heen. Oh ja, we moeten naar binnen. Ja. Dat is omdat je hem niet opzet, anders kunnen we... trouwens, we kunnen via het balkon eruit. Ja, toch? Ja, oké. Dan gaan we via het balkon ook naar binnen. That's why. Yes, let's go. Zo, Reno! Oh! What the hell, man? Ik moest wat. Turum. Oh, wat een infiltration, die verwacht zoals nooit. Oh, maar deze. Stay down. One down. Bij. Hier. Hey, waar dan? Deze is clear. Ja, op de map kan je ze zien. Ja. Zijn die pauper veel. Hier eentje in de keuken. Is dead. Is ook dead. Ja, ik ben hier weer twee. Bij jullie. Dat is een crew, mate. Oké. Fijn. Ah, we hebben ze. Ja, nice. We moeten in de basement, zei hij. Ja, zijn in de basement. Deze. Oh. Ah, nice. ook nice. Ja, het stinkt hier vreselijk, remember? Hier is een trap, zo je nou. Er is ook weer een toilet. We moeten een trap zoeken op de map. Waar is het? Dat is Bart. Welkom, man. Welkom. Again. Kijk, look at him. Wie is het? I don't know, het is gewoon een crewmate. Oh, wat zie? Nou, misschien wil hij wel helpen, you know? Hier in de hoek helemaal, Roy. Een nice crewmate. Shout naar mijn crew op GTA, de Royalist Army, sowieso. Waar ben je dan? Hier, de map, kom maar. Hallo. Oh! Take out the O'Neill brothers until one of them drops the keycard. Oké, ze komen eraan. Oh, shit. Oké. Ik gooi weer een missile die kant op. Ja, pas op dat je... How about that? Ze zijn hier. Oh, ik heb er nog een crewmate. Oh man. Hij stond voor mijn neus, toch? That's sad. Keycard is gedropt. Yo. Oh man, ik loop alleen maar de verkeerde kant op. Ik loop alleen maar in het toilet en ik voor wat allemaal. Oh ja, het is keycard. Ik got it. Ik heb een missile boven jullie vliegen. Dat is wel zo niet. Doe maar. Ja, we moeten in de basement. Epic. There you go. Wow. Hey. Oh, maak hem dood. Oh, ze hebben messen, dus weer afstand blijven. Oké, ik heb demolition charges. Pak die shit. I got him. Help deliver demolition. Oké, terug naar Global signal tot zo. Oké, let's go! Let's go! Weer toe? Ja, hè? Ja, zo zijn onze heli. De trap, die zie je. Hier is de trap. Ja. Follow me, there you go. Dat is een huge ass house, hè? Holy echt shit. Big, inderdaad. En dan hier kunnen we er weer uit. Ja, je ziet ook echt op de map mijn miss. Hij zegt goed aan het helpen. Dikke shout out, dit is Luke, jongen. Sowieso. Wat een held. Kijk, dat zijn de leuke crewmates. Dat is helemaal goud. Alright, let's go! Dat was al een leuke missie. Deze is oprecht wel leuk. Ik zou geen rooie eten als, you know. Ja, het is fijn. Oh, mijn nee. Oh, mijn days! Hey, wacht. Ik heb iets. Zo, Jesus. Ik had de car. Ja, nee, fuck dat. Ik heb een bushert hier. Nice. Ik heb gewoon een bushert geregeld, you know. Gast, hoe heb ik dat overleefd? Ik wist dat dit ging gebeuren. Overleefde jij het? Ik heb het overleefd. I'm okay. Huh? Yep. Wat ben ik voor weak shit dan? Dat ik wel doodgaan. Dat komt omdat ik bij jou in de Sekiro surf zit. Dan kan jij mij niet killen, zeg maar. Oh! Dit was wel echt amazing. Yep. Voor de content was het goud dat dit gebeurde natuurlijk. En Swan, we're fine. Oh, maar de brug was fijn en daarna kom je tegen een paaltje. Ja, inderdaad. Amazing. Oh, echt fucked up eigenlijk. Ik ben nog binnen. Great times, jongens! Nice! Oké, die hebben we ook! We got it, inderdaad. Nu de safe code. Komt-ie, de safe code, jongens. Geen idee wat we daarvoor moeten doen. Go to the casino! Die gaat weer mee met helikopter. Helikopter! Helikipotter! Je gaat er nu mee? Helikipotter! Gaat er meegaan of wil je met ons mee? Ah, you go. Ik vaar het schip er wel heen. Oké. Oh ja, is goed.
helpen. Ouwe, ik ben echt zo blij dat ik die helikopter erbij heb genomen. Hallo. Die was, was expensive as fuck, maar echt zo worth it tot nu toe. Weet je hoe vaak je dit ding nodig hebt? Yeah. Holy damn. Waarschijnlijk gaat dit dus Luc weer met ons mee. Met die vliegtuig achter ons, volgens mij. Ja, wat amazing. Wat amazing. Hij denkt gewoon, ja, ik ga gewoon en zijn mattie gewoon even helpen, you know. Mijn, you know. Nee, David Duty today, you know. I can help. Wat een amazing guy. Dat is gewoon, daar ga ik heel goed op. Dat we helemaal geen contact hebben met die gast. Hij zit gewoon lekker in de Royal League crew. Hij ziet gewoon ons in de game. En dan denkt, you know, ik ga ze gewoon helpen. Ik ga ze gewoon helpen in plaats van afschieten, irritant doen, kutten. Wat amazing. Wat amazing. Nice kijkie. En het spijt me dat ik hem gekild heb. Ja, daar kon je niks aan doen. Hey, Max Shinobi, right? Oh, no. Oh, no. Ik ga toch niet dood. You know, I'm fine. Oeh, lach het, you know. Oh. Wat een kutijn. Even 360. Nee, let you go. Oh, dit is echt zo'n stunt helikopter. Look at this. Look. Hij is echt small. Gewoon... Zo drift in de lucht. Hier, oh, amazing. Hier, of gewoon een soort van fake shot. Look. Oh, oh no. En dan doordraaien. All kinds of tricks, man. Zo laag mogelijk vliegen. Oh no. Oh, dat is close. Dat is een close time. Bij de dingen in de buurt hier, you know. Daar tussendoor, dat gaat niet passen. Nee, hè? Dat wordt hem niet. Dat past niet, Okay. Ik kan wel onder het bord daar, hier, en onder de brug. En onder dit bord, wat erna komt, gelijk, you know. Oh, clean! Oh, oh! We're fine. See? The image that Pavel can use to identify. Oké, we moeten even... foto kijken. Nou ja, doe maar. Oké, dan kunnen we de security identifyen. Kunnen we ook in het casino als ik hem hierboven parkeer? Ja, of course. Even met de live 360. Oké, hij draagt een blauw jasje en een blauwe... Je moet echt nog hoger. Oh. Kunnen we hier niet naar binnen dan? Volgens mij... Ja, kan wel trouwens. Kan wel. Ja toch? Je kan hier toch naar binnen? Oh, Steph only. Ja, hier kan je naar binnen. Maar... Ja. Hij draagt een blauw hoedje en een blauw jasje. You know? Oké, okay, en wat moeten we met hem dan? Geen idee. Maar dat is een foto van hem. Oké. Okay. Yes! Nice! Nice mission. En daar zijn we. Oh, nee, take out the security guards. Take out the security guards. Oh, what the hell? Ik ben nog aan het laden. So you know. Ah, joh. I'm still a loudie. Oh, ik ben er. Ik heb er één. Ik heb er twee. Gewoon al aan jeeten. Ja, got two already. Wat is het? Huh? Veel leds hier, waar zijn wij? Enter the penthouse. Oh, hier. Damn, dit is amazing, ouwe, deze gang. Volgens mij zijn we gewoon Oké, ik breach de door. Ik heb de door gebreached. Ik ben er bijna. Oh, ik breach nu ook. Naar jou. Komt hier door waarschijnlijk, hoor. Deze deur. Ja, de photograph. De head of security moeten we hebben. Achter je? Ja. Dat is op dat je niet... Ik heb hem. Speel je eens neerschiet. Hoe die ook weer... Ja, de first moeten we inderdaad niet neerschieten. Die ding op je kop. Of van nee, zo'n body armor. Pak die ook weer. Zo! Morgen! We zijn er! Ja, I'm shooting. Hallo. Welkom in de bioscoop! Hij komt hier gelijk toekie om. Enjoy the movie! Zo, wat heeft hij hier dan? Wow, hij heeft een hele gekke bar, maat. Ja, deze heb jij ook in je penthouse. Echt? Bar. Ja, die heb je ook. Het is basically jouw penthouse, dit. What the hell? Zo groot. Ja? Yeah. Damn, wat amazing. Oké, okay, je hebt de package, ik ligt hier binnen. Ja, hier, kijk. Oh, nice. Dit is de guy. Wat heb jij voor kun? Alright. Hier, laat even ja, traces achter, you know? Ja, de civilians, man! Ah, you know, fuck the civilians. Ja, zet het op fire. Nou. Oké, ik zet hem in de fik, ja? Klopt ie? Ja. Oh. Ja, daar gaat ie. Gaan de civilians op fire dan? Oh my days! Burn evidence! Let's go! Gast, wat goed! Oké, het kan heel goed zijn dat hier politie is. Ja. Oh, oké. Zo, watch out. Oh, damn. Exit the casino. Ik denk dat we naar dit ding eens moeten. Het dak. Back to the plane. Oh, crap. Hey, de laundry. Daar zijn we. Hallo. Ik kan er niet meer in. Ik weet wat erin. Hallo, laundry. Oh, pas op. Boven water. Gelijk zo meteen links. Hey, guys. How are you guys doing today? Oh, morgen. Zo. Oké, en nog eentje. Wat nog een kijkje? Yep. Joik. He gone. Let's go. He gone. Oké, okay, oh, we crap, komen eraan. Oh no. No. Heb je niet ergens een ladder? Je hebt toch een ladder? Niet dat ik weet. Wel, je hebt een ladder. Follow me. Are you sure? Ja, ik weet het zeker. Je hebt een ladder naar boven. Ik volg jou. Dat is voor de cops, you know. Volgens mij zit hij aan de zijkant. Volgens mij zit hier ergens een ladder aan de zijkant. Are you sure? Yeah, I am. Aan de zijkant van het gebouw zit een lander. Ja, zie je wel. Nice. Good time. Hoor je dat? Volgens Ido zitten er landers.
Misschien zijn er wel ladders, even kijken. Maar we zijn zo ook al bijna bij. You know, how about. Ik kan denken dat daar landers zitten. Even hier staan, wait, hier. Dat nou even nadenkt gewoon. Oh, we hebben al een helikopter. We hebben geen landers, maar we hebben wel een helikopter. Helikopter is ook goed. Ah, maar nee, de politici. Of op de Idaway, een helikopter. Alright guys, we got it. Thank you guys. Oh, wait for your organization to lose the calls. Hebben jullie politie achter jullie aan? Wij hebben politie gekregen, maar dat kan door die missie volgens mij. Dat is... Wij hebben geen sterren meer. Kom maar gewoon naar die super... Oh wacht, daar heb ik wel even les. Ja, dat zou ik ook maar even doen, hè. Dit was wel epic. Dit was echt een amazing mission. Dit was echt een amazing mission, legit. Legit, dit was cool. Legit, dat was cool. You know. Yo. Yo. Vliegen, you know. We're fijn. Hey. We're fijn. There you go. Goeie shit! Alright, zo guys. Waarom hebben we nou weer politie achter ons aan? Geen idee. Nou. Ik heb het niet meer. Wat is het voor een vraag? You got the safe codes. Nou, helemaal goed. Prep. We moeten nog equipment 3 van de 3 doen. Dat is fingerprint cloner. Dus, die gaan we ook maar even doen. Go to the warehouse. En de warehouse is... Oh, dat is weer in de stad gewoon. Dus dan moet ik weer met helikopter heen. Who's joining this time? Waarom is de helikopter hier niet? Oh, omdat die natuurlijk kapot is. Maar die is nooit misschien kapot moet gemaakt. Even vast treffelen. Jawel, die is toch kapot gegaan. We hebben zijn keer tegen een paal aangejiet. Je meent me. Maar dat je even daar moet vast treffelen, dat hij dan terug is. Moet ik niet gewoon Morse Mutual bellen? Nee, dat is alleen voor auto's zeker. Wie moeten we nou bellen als mijn shit kapot is, hé? Hey? Ik heb geen idee. Henkie. Oh man, waar is mijn Nicky Potter? Die is coming. Return options. Return Moonpool device to Kosatka. There you go. Oké, ik heb het gevonden. Nou, Reno, stap in. Daar gaan we. Ja. Reno. Want wij moeten dus de fingerprints moeten wij gaan jatten. Dus dan weet u dat, hè. Gaat het ons lukken om de fingerprint cloner te stelen? Je gaat het zien in de volgende video.